Hey, Goede ochtend, goede vriend. vriend, wat heb je gedaan deze week? Ja, wat heb je gedaan? Nou, ik heb best een druk weekje gehad met allerlei vergaderingetjes en weet ik het allemaal. Ja. Maar wat mij toch wel benauwd, laat ik het maar even zo zeggen, die corona, dat loopt alleen maar op, Dick. Dat Wordt gaat steeds niet goed, erger. hè? Nee, nee, Want als nee. je ook met die uitslagen van die verkiezingen, maar ze kruipen allemaal op elkaar, nou zijn die natuurlijk Desaster, helemaal. zelfs in stond er feest op de tafel. Ja, En je nou. mag niet feesten. Sigrid Kaag, ja. Ja. Hé, maar dat is niet goed hoor. Want we Kok. krijgen dinsdag weer een verhaaltje van meneer Rutte, of maandag, of wat weet ik het. Die hoor ik, ja, die kunnen ze beter afschaffen als sluiten op Joh, dit moment. dit is toch werkelijk Ik liep deze ongelooflijk. dagen over de Hoge Weg, het Vuilenwascollege met 30, 40 man op elkaar, onder elkaar. Ik fiets naar Stijl, daar ligt ergens een sportveldje. Liggen ze gewoon met 40 man tegen elkaar aan te bonzen. Ja, nou dan vind ik dat nog niet zo. Moet je dan kijkgeld Daar betalen of niet? Of, staan docenten op allebei de plaatsen bij. En die kijken zo'n beetje hoeveel vogels dat er door de lucht gaan. Dus een ja, oproep aan jullie allemaal, als we we zo moeten ons daar doorgaan. houden, want dan schiet het niet op. En zeker al met die horeca niet. Want jij zei net, bij Action of zo zijn ze gewoon met 20 man aan het rijden met zo'n Ja, karretje. ja, ja, Ja. ja, ja. Die mensen kunnen dat bestellen, niet op internet. Ja. Dus die boeken. Dus we Ja. moeten toch wel steunen en aan de regeltjes houden. Ja, Dat maar is dat laatste is het de. probleem. Mensen Ja. kunnen dat niet. En ik kan me voorstellen als jij 17 of 20 bent, dat jij denkt, ja, naar mij de zonvloed, ik krijg toch niks. En het enige wat er gebeurt is dat je dan zondagsmiddags bij oma komt en dan raakt oma besmet. Nou, ik ben van de week nog even bij de dokter geweest om En? tabletjes te vragen. Want ik ben al een jaar thuis bij mijn eigen vrouw. Ja? Nou ja, of je daar tabletjes voor kan krijgen. Ja, het valt toch allemaal niet mee, Dick. Ja, jij Nee. bent nog alleen. Jij hebt eigenlijk de hoofdprijs. Ja. Want jij belt gewoon niemand op als je ergens zin Ja, in hebt of zo. ja. Of, Ik zeg ja. niks meer. Nee, ik zit er altijd maar mee te kijken. Ja, kok. Hey, Ja. heb je van Bommel gehoord? Van Bommel van Dam, die badkuip op het dak. Wat De dan? hond van de Meilandjes. Ja, hey Dick. Die zit ergens in de diepvries of Die zoiets, zit hè? nou in de diepvries bij zo'n Ik zag opzetter. zo'n baard en die. Ja, die man ja, van Bouten. Bouten die zette die beesten op. Ja, dat weet Ja, ik wel. Jaren hele terug. bekende hoor. Ja, Wel, weet ik. dus hebben die Meilandjes goed gedaan. Maar het staat er, ik denk dat je toch raar staat te kijken als in een keer die Meilandjes voor de deur staan en met een dode hond uit de diepvries. Als Maar dat. zou die hebben ze bevroren meegenomen, zou die dan al ontdooid zijn als ze niet verder zijn? Ik weet het niet, maar ik zal zeggen, als die Meilandjes ook zonder hond voor de deur staan, sta ik Ja, graag ja, te ja, kijken. ja, ja, ja. Wat een stelletje. Ik kijk Ja. er eerlijk gezegd zelden of nooit Nee, naar, ik moet zie ik hem eerlijk wel eens in zeggen. een programma Want het en is dan denk allemaal ik. maar hetzelfde natuurlijk. Ja, maar hebben wij niet de hele televisie vol met kijk mij Ja, eens? ja, ja, ja. Oh, lekkere koffie. Ja, hè? Maar als je denkt dat ik tijdens de uitzending. Nee, nee. Hey, en dan de nieuwe trainer van VVV. Wat vinden we Jos daarvan? Ludo Kai. Een Venlonaar, hè, toch? Een teamgenoot Een van team, Stan ja, Valks. Stan Valks, Ik ja. hoop dat hij ons erin Die houdt. gaan vanavond of morgen, weet ik even niet, tegen PEC voetballen. Dus ik Ja? ben eens benieuwd. Ja, die moet hij natuurlijk winnen. Hè? Dus die PEC die zullen wel Ja. die wel het geld Het is toch krijgen. een klein generaaltje, heb ik begrepen. Het is de commandant eerste klas. Dus, maar hij heeft in Duitsland de naam van de Ja, redder. goeie, Hè? Hij ja. haalt Dus ik ben echt benieuwd. de Ik ben dingen echt uit de benieuwd. problemen. Dus ik ook. Ja, die de koning, dat is jammer. Ja, Maar goed. ja, Ik denk nou, dat die te zachtaardig was, dat denk ik ik. weet het niet. Ik weet het niet. Ik vond die Maasland al Ik denk niks. dat die man een beetje mijn karakter had. Waar ben je stil nou? Hey, we hebben een kameroof. Moet je wel tegen niemand vertellen, hè? Want het is Nee, top nee. secret. Ja, het Ja? is top secret. Maar Dames en heren, ja, de kameroof van van deze de week, week een deze week. mannelijke. Een mannelijke. Al heel lang Bij eigenlijk aan de wieg gestaan van Omroep Venlo. staatsomroep van Stadsomroep. Theo Leendas, of hoe heet Ja. die? Ja. Maar het is niemand minder dan. Want hij gaat naar L1, hebben we uit wel ingewichte bronnen. Niet doorvertellen, Niet hè? doorvertellen. Gerard Palsier. Dag Proficiat, Gerard. Gerard. En weet je wat het voordeel daarvan is? Gerard kan natuurlijk een prachtig filmpje maken. Ja. Ik heb een leuk idee. Misschien moeten we hem dadelijk even bellen. Ja, is goed. Heb jij het nummer? Jawel, dat Hij krijg ik zou wel. trouwens nog een complicatie van zonnebrandolie op internet zetten. Heb ik nooit gezien Oh, bij Stad. ja, dat is Gerard Passier. Hij Ja. zegt veel, maar hij doet niks. En is die daarom kamer op? Maar kok, dat
Ja. Hey, je hebt hem opgeschreven. Het is weer lente. Nou, ik vond het vanmorgen stervens koud. Dat zei je, maar kijk eens naar buiten. Wat ja, het zonnetje is. De lente is weer begonnen. Mensen, worden jullie weer vrolijk? Komen jullie uit jullie... Je depressieve buien. Ga naar buiten, ga wat op anderhalve meter langs elkaar lopen, langs de Maas, genieten van het water. Ja, zijn we klaar? Eigenlijk hebben we niks bijzonders meer. Is er nou helemaal niks gebeurd deze week? Weinig. Is Theo Lenen nog, die leeft ook nog? Ja, die staat met op de foto met jou. Je hebt Gerard Fokkers nog gesproken? Ik heb Gerard nog gesproken. Ja. Daar gaan we de stadswandeling voor doen, toch? Of mogen we dat ook niet zeggen? Dan gaan we over naar de spreuk, hè? Want dat is weer een voor de oeles, spreuk. Ja, gisteravond ben ik heel even zo in een hoekje zit ik dan thuis en dan denk ik van, ah, de spreuk. Maar hij gaat komen. De eenzaamheid en verveling slaat bij veel mensen toe, want er zijn de avondklok en die beperkingen hartstikke moe. De besmettingen en de derde coronagolf is echt in de maak. Dus als we onszelf aan de regels houden, en doen we dat niet, dan treffen we onszelf vol op de kaak. Fijn weekend. Hetzelfde.